Bij uitzendbureau Randstad in het centrum van Tilburg is dinsdagmorgen brand uitgebroken. De brand in het pand op de hoek van de Schouwburgring en de Kloosterstraat ontstond rond 8:15. Een man zou een brandbare vloeistof hebben rondgestrooid over meubels en zelfs een medewerker. Daarna stak hij de boel aan. De politie heeft bevestigd 1 verdachte aangehouden te hebben en onderzoekt de brandstichting. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het uitzendbureau en enkele bovenliggende appartementen daarom ontruimd. Er is opgeschaald naar code middelbrand en de brandweer heeft 2 blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet.